Ja, beste mevrouw Lenny Koer, dames en heren. Als burgemeesters hun inwoners gaan nareizen met hun ambtsketen om, dan moet er wel heel iets bijzonders aan de hand zijn. En dat is er natuurlijk vanavond ook. Want we hebben vanavond enorm kunnen genieten van deze prachtige theatervoorstelling. En ik heb gemerkt aan het applaus dat het helemaal goed zit. En ik hoop dan ook dat deze tournee nog heel lang mag staan. Want als je zo na 40 jaar verliefd op je vak kan terugkijken, dan heb je een enorme prestatie geleverd. Als we naar die prestaties kijken, want ik heb dat natuurlijk wel een klein beetje op een rijtje gezet, dan zitten daar hoogtepunten in die vanavond ook wel natuurlijk al aan de orde zijn geweest. 40 jaar in 1967, 17 jaar, en dan begint de carrière met het cabaret der onbekenden, al genoemd door uzelf vanavond. In 1969 dat Songfestival in Madrid, wat op die leeftijd natuurlijk ook een geweldig hoogtepunt moet geweest zijn. En dat lied De Troubadour, het is vanavond ook gezongen en het is gespeeld, dat kent eigenlijk iedereen, jong en oud. En later kwamen de hits als Visite en Maar Ja, en dat waren allemaal liedjes die ongelooflijk goed in het gehoor lagen. Die liedjes die worden met zichtbaar en hoorbaar plezier en met heel veel toewijding gezongen. En het is muziek die na aan het hart ligt van Lenny Koer. En je ziet dan ook dat ze gezongen worden met een enorme emotie. En Lenny Koer heeft ook in die hele loopbaan van 40 jaar steeds nieuwe muzikale wegen in kunnen slaan. En het repertoire bestaat uit honderden liedjes. Ik vind het heel knap om voor zo'n gelegenheid uit zoveel liedjes zo'n mooie selectie te maken. Maar ook met verschillende muziekstijlen zoals fado's en ook de liederen van Schubert. Die teksten die gaan allemaal over herkenbare dingen. Klein en licht geluk. Kinderen en kleinkinderen. De wens naar vrede en de berusting in verandering. En zo is Lenny Koer in haar lange loopbaan altijd creatief en zoekende gebleven. Niet alleen in relatie tot de liedteksten, maar tevens als componist en muzikant. En er is altijd sprake geweest van een verdieping in de muziek. En we hebben dat in die samenwerking zo net met dat spelen van mensen van vroeger ook kunnen zien en kunnen horen. Lenny Koer heeft een vaste plek kunnen verwerven op de Nederlandse theaterpodia. Maar niet in Nederland, ook daarbuiten. Er zijn schitterende voorstellingen geweest, zoals Pantarij, ook al genoemd vanavond. En dit theaterseizoen, ik gaf het ook al aan, gaat een groot succes worden. En dat weet de hele zaal zeker. En al die mensen die daar naartoe gaan komen, die zullen daar met heel veel plezier zullen die daar staan. Wij kennen Lenny Koer ook als iemand die voor het goede doel op stap wil. Ambassadeur van het Peter van Tilburg Fonds. En de stichting Roos, Roses for Children. En die stichting zet zich wereldwijd in om een monument te stichten voor het onbekende kind. En het aandachtspunt is het Midden-Oosten. En in 2005, in ons eigen Nuenen, heeft Lenny Koer samen met Gerard van Maasakkers meegewerkt aan een benefietoptreden ten bate van de tsunami-slachtoffers in Azië. En al die dingen, maar vooral de manier waarop het gebeurt, met zoveel emotie, met zoveel toewijding, die zijn opgevallen, natuurlijk bij deze zaal, maar bij vele, vele duizenden mensen, maar ook nog op een andere plaats. En het is met heel veel plezier dat ik kan zeggen dat Hare Majesteit de Koningin, mevrouw Koer Frank, heeft benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Van harte gefeliciteerd daarmee en ik ga heel graag de versiersel opspelden.